Vandaag in Wegmisbruikers pakt de politie Drenthe groots uit tijdens een controle langs de A32. Ik heb een zakje wiet in mijn broekzak. Je hebt een zakje wiet in je broekzak? Ja, ik wil niet dat hij mij bijt of zo. Je hebt verder niks bij je waar ik me aan kan prikken of andere gevaarlijke dingen. Heeft deze bestuurder een omstandige verklaring voor zijn lompe inhaalmanoeuvre? Je kunt me zieken waar je met blauw licht aan. Die geeft iedereen in de kaart, wat doet die vrouw? Die duwt mee, die geeft mee te tussendoor voorbij en duwt mee in de kaart. En heeft deze Honda-rijder te diep in het glaasje gekeken? Ben je begin bestuurder? Ja. Dan word je rijbewijs in geworden. Serieus? Ja. Vind je dat mooi, hoor? Vind je dat mooi, Ik weet niet hoe je het zou zeggen. Je zegt zo vrolijk dus. Sinds 2008 is de maximumsnelheid voor bromfietsers verhoogd naar 45 km per uur. Maar op fietspaden buiten de bebouwde kom geldt nog altijd een limiet van 40. En wat veel brommerrijders zich niet realiseren, is dat bij een overschrijding van 30 km hun rijbewijs zonder pardon wordt ingevorderd. Deze jongen heeft ook niet veel kaas gegeten van de verkeersregels. En hem komen we tegen bij het Zeeuwse Tolen op de Broekseweg. Surveillant Rudy en Erik zien een bromfietser die zich niet aan de maximumsnelheid houdt. 72. En dat is ruim boven de limiet van 40 km per uur. Denk maar eens af. 75. 75, die mag 40 op het fietspad. Ben 3, dus 72, 32 kruis. Ja. Zullen we even aan de kant zetten? Nee, perfect op het station in Goes. Hier zo. Opvangen. Dan moet hij daar zo inslingeren. Even kijken, daar komt hij. Stap je gewoon uit? Dan moet ik wel uitstappen. Ja. Erik geeft de bromfietser een stopteken en de jongeman mag zijn rijbewijs inleveren. Goedemiddag. Ja. Mijn naam is Bruin Verkeerspolitie. Ja. Ik heb net uw snelheid gemeten. Ja, oké. Okay. Hoe hard mag u hier? 45. Hè? 45. 45? Ja. 40 misschien, fietspad? 45 geldt op de rijbaan, hè? We hebben een trajectmeting gedaan. Ja. Dan kom je uit op 75 km per uur. Ja. Moet een correctie af van 3. Blijven er 72 over. Is 32 te hard. Dus dan zou ik graag eventjes je rijbewijs inzien. En wat gebeurt er bij 30 overschrijding, denk je? Geen idee. Geen idee. Rijbewijzen worden wel eens ingevorderd, hè? Misschien dat je het wel eens ziet. Dat gebeurt bij 30 overschrijding. Ja, ja. Nou, je zit op 32, dus bij deze wordt het ingevorderd. Okay. Ja? Loop je even mee naar de auto? Dan even een kleine verklaring van je hebben. We gaan gelijk zien. Dat is de meting die we gedaan hebben op jou. Ja. Nee, dat was op de Broekseweg. Het fietspad mag je maar 40 km per uur rijden, maar de bromfiets, dat weet je waarschijnlijk wel. 75 gemiddeld, over een afstand van 509 meter. Ja. Dat is gewoon... gecorrigeerd 32 te hard. We hebben nog 3 kilometer correctie gehad. Okay. Jouw rijbewijs gaat morgenochtend naar de officier van justitie. Die, wat doet die beste brave man? Die kijkt eventjes of jij voorkomt te zaken grove snelheidsovertredingen met je bromfiets uiteraard in dit geval. Of andere verkeersovertredingen die ter zake doen. En dan praat ik niet over zomaar een kleine geitje, maar gewoon grove dingen. Die via de officier van justitie lopen. Als dat in ieder geval is, dan neemt je binnen 10 dagen een beslissing. Dus vrijdag, dus morgen, zal het waarschijnlijk niet gebeuren. Maar dan gaat hij maandag, dinsdag, woensdag gaat hij verder. Als je toch met de bromfiets gaat rijden, morgen of van het weekend, dan pleeg je een misdrijf. Okay. Misdrijf betekent dat de officier van justitie een iets zwaarder straf wat tegen jou zou eisen als wat er nu misschien zal uitkomen. Okay. Nee, maar je bent dan ook niet verzekerd. En dat is het ergste eigenlijk. Althans, wat dag is al te zien, dat gebeurt er wat. Dat is voor jou. Ja, okay. Heb jij nog vragen? Nee. Nee? Ja. Succes ermee. Ja, bedankt. Jo. Ook als bromfietser kan je je rijbewijs kwijtraken, dus zal deze bestuurder zijn reis lopend moeten voortzetten. We blijven in het zuiden en gaan naar de regio Midden- en West-Brabant bij Andel op de N267. Surveillante Mark en Remco zitten achter een Nissan-bestuurder die inhaalt over de dubbele doorgetrokken streep. 21 uur 47 inhalen. En ook de snelheid ligt ver boven de toegestane 80 km per uur. 133. Geen stopteken.
Remco spreekt de bestuurder aan op zijn rijgedrag. Mijn naam is Verenjan, verkeerspolitie, videosurveillance. Snap je? Goedendag. Oh, ja. Daar spreek je. Waar staat die voorlijn aan zijn kant? Ja. Dat is niet zo'n hele grote vraag, denk ik. Dat is een moeilijke. Ja goed, u viel ons op omdat hij zo kort op uw voorganger zat. Vervolgens gaat hij dan inhalen. Ja goed, dat duidt dat hij haast heeft. En dan gaat gas erop en dan starten wij gelijk een meting. Ja. En dan klokken wij hem op een gegeven moment af. En wat denkt u zelf? Wat heb je op de teller gezien? Ik heb niet gezien. Oké. Okay. Ik durf het niet te zeggen, jongen, dat niet. Nou, u komt in ieder geval heel goed weg voor wat betreft de snelheid. Dat is op 2 kilometer na. Kost het u rijbewijs. Maar mijn collega die heeft daar wat beelden van gemaakt. Ik heb net gered dan. Ja, net gered. Nou goed, ik hoef ze niet op de deurmat te hebben die bekeuring die er al van zitten. Maar het, voor wat betreft het rijbewijs mag u het inderdaad houden, ja. Maar dat komt omdat u op het laatste stuk heel erg moest remmen. Maar dat zal mijn collega zo laten zien. Want ik denk, als u niet had hoeven remmen, dan had u pech gehad, denk ik. Goeiedag, Mark Damer. Shit, hè. Shit happens. Moest een keer gebeuren, jongens. Ja? Auto, hè? Je rijdt vaker hard. Nou ja, het is zo'n mooie weg om een keer lekker door te rijden. En dan hebben ze een dubbel doorgetrokken witte streep. Ja, maar waarvoor zou je dat gedaan hebben? Ja, overdag is gewoon gigantisch druk. Waarom maken ze die strepen nou die variabel, zou ik zeggen? Ja, maar ja, dat kan niet. He, met de techniek. Het blijft gewoon een gevaarlijke weg, ook s'avonds. Ja, dat heb ik zelf bij de brandweer gezien. Ja, en daar zijn ze meer regelmatig uitgeknipt worden hier. Dus. We zelf ook een keer moeten reanimeren, ja, klopt. Ja, dat zou je moeten weten. Hè. Ja, dat is ook zo. De meting gaan we nu meteen starten. Dus we gaan kijken hoe lang u over een bepaald traject doet. Okay. En dan ga ik naar u toe rijden. Dus onze snelheid zal waarschijnlijk hoger liggen als dat u heeft gereden. Dus u heeft over 1635 meter, heeft u 44,18 seconden gedaan. Dat is gemiddeld 133. Dat is wel mooi zo, hè? Mooie auto, hoor. Ja. Dat is de meting. En daar haalt u dus in waar u niet in mag halen. Ja. En misschien is het maar goed dat we hier meteen een stopteken aan hebben gezet, want dat ging eigenlijk. Ik gaf u weer gas. Dat is maar 60, hè? Oeh, ja, dat is maar 60. Ja. Dus bent u zo gedraaibaar kwijt. Heel die polder hebben ze verpest. Ja, het is allemaal light ervaring natuurlijk. Ja, het is een stukje veiligheid en zo. Maar het leuke autorijden gaat er wel vanaf, hoor. Ze worden allemaal moderner. Techniek is aangepast. Accelerage hier gaat allemaal voor. Ja, maar u bent... Uw auto is misschien zo aangepast, maar er rijden er maar genoeg die dat maar niet hebben, natuurlijk. Ja, een merendeel van de auto's zijn er aardig veilig uitgerust, hè. En daarom ben ik... Maar ja, de bestuurder is nog steeds iets anders. De bestuurder bepaalt de veiligheid. Ja, dat is ook zo. Heb ik nog vragen van de weg? Ik heb nog een beetje geluk, geloof ik. Ja, 133. En is het gelukkig dat de correctie afgaat. Nou, hij is te koper, jongens. Ja. Bij de advertentie. Opruimen dit ding. Even kijken. 133 gemeten. Ik had er een correctie vanaf, blijft 128 over. Dus op 2 kilometertjes na. Heidi, ik was iets trager als jij. Die van de week lees het in de bos. Oké. Okay. Oh, ja, ook vervelend. Maar ja, dan is de momentopname ook. En dit is dan een traject, dus ja. Ja. Maar pas ermee op, want dat is zo zonde. Hey, jongens, hartstikke bedankt. Ja. Ik weet het, ik heb verkeerd gezeten. Nou, dat was zeker wel druk, denk ik. Hé, hey, bedankt. Ja, geen dank. Jongens, fijne avond ja. Ook, hè? Ja. En ja, ik heb gewoon een beetje pech gehad. Hé, hey, wel thuis. Dank je. Hoi. Hoi, hoi. Deze bestuurder pakt de zaak sportief op en de officier van justitie zal de boete voor de snelheid bepalen. De bekeuring voor de doorgetrokken streep bedraagt 180 euro. Van Brabant klimmen we op naar de regio Gelderland-Midden bij Velp op de A348. Surveillanten Erwin en Michel zien hoe een BMW-bestuurder zijn voorganger naar rechts probeert te duwen en veel te weinig afstand bewaart. Voor de afstand gaat hij nu naar rechts. Nee. Even kijken wat hij aan het doen is, want zijn binnenlichtje heeft hij aan. Zomaar dat hij met andere dingen bezig is. En dat proberen de surveillanten nog even van dichtbij op de boordcamera vast te leggen. Maar zetten. Ja. Goedemorgen. Hi. Michel Jansen, verkeershandhaafdienst in politie Gelderland-Midden. We hebben zojuist wat gezien van u. Wat we u graag ook even willen laten zien. Ja. U weet wat het over gaat? Ja, ik denk het wel. Oké, okay. Voor de afstand. Ja. Daar gaat u ook een bekeuring voor krijgen. Dan willen we het graag even laten zien. Ja. Goedemorgen. Dag mevrouw, goedemorgen. Esselijk is mijn naam. Ja, heerlijk. Ik weet precies wat ik gedaan heb, hoor. Ja. Nou, ik haal het een uur rijbewijs mee. Ja, tuurlijk. Voor ons rijdt u. Daarvoor rijdt het rode autootje. En dan vond ons inderdaad op dat hij heel kort achter die andere auto zit. U gaf het zelf al aan, hè, waar het om ging. U wist precies waar het om ging, inderdaad. Ik weet precies wat ik gedaan heb. Ja. Dat ik inderdaad, ja, ik moet het gewoon niet doen. Onderlinge afstand zal niet veel meer zijn geweest dan 1,05 meter. En als u dan met een dergelijke snelheid rijdt,
Uw snelheid was tussen de 100 en 120 km per uur op het moment dat u dat deed. Waarom doet u dat? Je hoeft er natuurlijk geen antwoord op te geven. Maar... Ja, klopt. Ja, jawel. Ja, op dat moment, omdat ik vond dat hij te lang op die linkerbaan bleef rijden. En met die snelheid, ik denk, ik was al lang aan de kant gegaan. Okay. Op het moment dat ik een auto inhaalt, ga ik gelijk aan de rechterkant. Om degene die achter zit, om niet te belemmeren. Ja. Dat is een beetje... Maar op dat moment was ik me eigenlijk bewust van wie ben ik om die les te geven aan die manier. Dus... Kijk, en ik kan me enigszins voorstellen dat u denkt van, nou, er is nu ruimte. Ga nu maar naar rechts. Ja. Hè? Maar dat was al voor. Maar probeert u zich nou voor te stellen, u rijdt in die rode auto. Het enige wat u ziet is een hele grote neus van een auto. Ja, die is heel vervelend. U ziet niet eens de koplampen. Ja, klopt. Hè? Ik wil het niet goed praten, maar ik kan me wel voorstellen dat die meneer denkt van, nou wacht je nog maar heel even. Klopt. Hè? Ja, nu kan ik me dat indenken. Dus, doordat u er zo kort op gaat zitten, daarmee kunt u ergernis opwekken bij de andere weggebruiker. Ja, ik zie het nu. Ja. Het mooiste was geweest als we die meneer natuurlijk ook nog mee hadden genomen. Want dan had hij in dit geval zelf aan kunnen geven waarom die dan wat langer... Je vult het zelf in. Nou ja, ik vind het Oké. Goed. Uw rijbewijs krijgt u weer van mij terug. Één keer zo inderdaad raar zitten doen, want het is gewoon niet te verklaren. Daar kan je niets anders van maken. Oké. En dat is inderdaad duur, ja. Dank die u. Krijgt u ook van mij mee? Ja. Er staat geen bedrag op, wat mijn collega al zei. Het zal even een week of 5-6 duren. Ja. Voordat u daar iets van gaat horen. Oké. Als je geen vragen meer heeft. Nee. Hartelijk dank voor de medewerking. Ja, graag gedaan. Goede reis, veilige reis verder. Ja. Hoewel linksrijders natuurlijk best irritant zijn, is het nog geen vrijbrief om te gaan kleven. De boete loopt via de officier van justitie. Straks pakt de politie Drenthe groots uit tijdens een controle langs de A32. Ik heb een zakje wiet in mijn broekzak. Daarom. Een zakje wiet in je broekzak? Ja. Ik wil niet dat hij mij bijt of zo. Je hebt verder niks bij je waar ik maar kan prikken of andere gevaarlijke dingen. Zometeen pakt de politie Drenthe groots uit tijdens een controle langs de A32. Ik heb een zakje wiet in mijn broekzak. Je hebt een zakje wiet in je broekzak? Ja, ik wil niet dat hij mij bijt of zo. Je hebt verder niks bij je waar ik maar kan prikken of andere gevaarlijke dingen. De politie Drenthe werkt regelmatig samen met andere diensten, zoals de Koninklijke Marechaussee, de douane en de Belastingdienst. Zo wordt namelijk voorkomen dat we dagelijks in de rij staan voor een verkeerscontrole en slaat de overheid meerdere vliegen in één klap. Ook bij deze gelegenheid hebben de diensten hun krachten gebundeld en er komen zelfs drugshonden aan te pas, zoals we zien bij Nijenveen op de Rijksweg A32. De politie bereidt zich voor op de controle. We zijn vanavond bezig met een grote verkeerscontrole van de regio politie Drenthe. Wij hebben een samenwerking, grote verkeerscontrole met IJsseland, Friesland, KLPD, Belastingdienst, douane en Rijkswaterstaat. Wij zijn bezig met verkeer, met name het alcohol, technische gebeuren. Daar komt ook een stuk opsporing bij. Dus wie hebben we in de auto zitten? Zitten er doelgroepen van ons bij? We hebben drugshonden aanwezig. Dus alles wordt gecontroleerd. Dat is ook een beetje de opzet. Niet alleen maar blazen en wegwezen, maar alles komt aan bod. En ook de Belastingdienst is aanwezig. Dus een van de roodcamera, die hebben we achter op het donker staan. Ze kennen de auto's van de voorkant. Als hij piept, dan houdt in dat het kenteken leest. En dan gaat hij door de computer heen. Maar binnen een tiende van de seconde zegt hij of goed of fout is. We hebben alle kentekens die een belastingschuld hebben in de computer. Dus zo gauw als hij dat kenteken herkent, dan geeft hij een hit. Blijft het beeld stilstaan, krijgen wij het merk, type, kleur, kenteken in beeld. Geven wij door aan de politie en de politie neemt hem mee. En zo worden fiscale wanbetalers naar de controleplaats geleid. Deze bestuurder moet een blaastest afleggen. Heeft u eerder geblazen? Bijna iedere maand. Nou, kijk, dan leg ik niks meer uit. Gaat uw gang. Een P op het blaasapparaat is prima. Een A betekent aanhouden en bij een F is het echt foute boel. Ja, is voldoende. Kijk, aan de longen markeerde hij wel niks. Gelukkig niet meer. En hij is helemaal in orde? Ja, natuurlijk. Hartstikke fijn. Deze man heeft geen druppel gedronken, maar het is de vraag of dat ook voor deze bestuurder geldt. Doorgaan. Ja, stop te maken.
Ondertussen wordt ook de auto minutieus onderzocht. Hij is goed. Meneer, drie gladde banden van de vier. Drie van de vier? Jawel. Waar krijgt u verbaal voor? Hoe was die vandaan? €220. Deze is voor u. Er komt er nog wel €6 administratiekosten overheen. Er doet CEB erbij. Deze ook voor uw autobier erachter. En uw rijbewijs. Dan wens ik u ondanks alles toch nog een fijne avond. En nu nog even de banden laten vervangen. Ach, mag je even verkeerscontrole? Ja, nee, dat had ik in de gaten, ja. Maar even rijden een kentekenbewijs. Ja, natuurlijk. Kentekenbewijs. Ook deze bestuurder moet een blaastest afleggen en het lijkt erop dat hij tenminste iets heeft gedronken. Oh, dat is een fout teken, is dat? Dan moet je wat langer nadenken, maar is goed. Ja, oké, okay, mooi. Ja? Ja, mooi. De geefste? Ja, nee, is goed. Nou, bedankt. Fijne avond. Helemaal goed. Helemaal goed. Ja, nee, maar dat is wel zo. Want als je... Ik werd net aangehouden. Of, nou ja, de politie reed voor me. Ja. En je weet gewoon dat je een biertje hebt gehad. En dan toch ga je nu, dan ga je twijfelen. Hè? Denk je, oh fuck, zou ik het niet... Had ik het maar niet gedaan. Had ik het maar niet gedaan, 100%. Ja, ja, ja. 100%. Maar, en ik wou er nog eentje drinken. En ik was op date met een meisje. En die zei van, nou doe het nou niet. Nee. Dus 100% goede raad, echt. Daar ja. Ben ik blij van. Volgende keer helemaal niet. Ik zal het straks direct even bellen. Want, ja. Heb jij weer een goed verhaal bij die date van je? Heerlijk geluk. Fijne werkavond. Ja. Ook de hondenbrigade is aanwezig om de voertuigen op verdovende middelen te controleren. Hé, hey, we hebben ook een hond in auto. Wacht even, mogen we die meenemen? Ja, niet eens. Ja, wij hebben zelf een hond. Oh, vandaag. Deze functionaris controleert op het gebruik van rode diesel. Meneer, ik ben van de douane, mag ik even een monster nemen uit uw diesel tank? Ja. Doorgaan, doorgaan, doorgaan. Nou, het is keurige blanke diesel. Dat is in orde. Dankjewel voor de medewerking. Rode diesel wordt soms misbruikt om de accijnzen te ontduiken, maar bij deze bestuurder is alles in orde. Hou van hondjes in de gaten? Ja, hou de hondjes in de gaten, want die hebben een hele fijne neus als het om verdovende middelen gaat. En bij deze bestuurder gaan de alarmbellen onmiddellijk rinkelen. Voor de datum van 24/9. Ja, ik heb een zakje wiet in mijn broekzak. Je hebt een zakje wiet in je broekzak? Ja, ik wil niet dat hij mij bijt of zo. Jij ook? Ja. Ah, oké. Okay. Even niet in je zakje. Oh, ik wil hem eruit halen voor u daarom. Ja, maar hij verwacht een beloning dan. Oké. Haal hem eruit voor de collega. Ja? Wat je bij hebt aan drugs, jongens, leg even op het dak. Ja, dit is wel. Leg maar even op het dak, alsjeblieft. Ja, nee, oké, okay, we gaan even kijken. Ja, we hebben net opgehaald. Waar heb je het gekocht? Leeuwarden. Leeuwarden. De coffeeshop staat nog zo laat ook. Ja. We gaan eens even kijken. Jullie hebben verder niks meer bij? Nee. Helemaal niks? Mag je de zak even aanvoelen? GSM? GSM niet. Ja, dat zag ik inderdaad. Nee, maar dat is voorgedraaid. Mag ik heel even omdraaien als je wil? Je hebt verder niks bij je waar ik maar aan kan prikken of andere gevaarlijke dingen? Nee hoor, geen gevaarlijke dingen. Maar de softdrugs moeten wel worden ingeleverd. Hé, de wiet, weet je, mag je niet bij je hebben, hè? Staat. Je wordt wel eens vervoeren naar huis. Nee, je mag gewoon niet bij je hebben. Dus, die zijn er al kwijt. Ja, het wordt in beslag genomen inderdaad. Gaan we een bommetje vooruit schrijven. Ja. Zal ik de buisjes dus, buisjes mag ik maar. Nee, dat begrijp ik. Nee, daar heb ik geen moeite mee. Mijn zakjes, dat gaan we zo even afhandelen. Ik loop heel even naar binnen toe. Dan neem ik het spul even mee. Nou, ik heb jou gegeven, zo controleer ik ook gelijk eventjes. En dan kom ik zo bij jullie terug. Ja? Allebei voor eigen gebruik? Eigen gebruik, ja. Oké. Okay. Hey, zit er in de auto nog spul wat er niet in zou moeten zitten? Ga maar wat je wilt doen, jongen. Ik ben niet jongen. Snap je wat ik bedoel? Nou, vind ik prima. Kijk als je wil, ja. Is goed dan. Maar je hoeft niet zo'n toon aan te slaan, toch? Kan maar normaal praten met elkaar. Nou, ze mogen dit dus niet bij zich hebben. Zijn zakjes, ze zeggen dat ze het net gekocht hebben in de koffieshop. Nou, dat kan. Ik vind nog dat ze nog laat open zijn, maar het zou kunnen inderdaad. Dus ze verklaren ook dat het voor eigen gebruik is. Nou ja, goed. Dan houden we voor ons daar verder eventjes op. We hebben ze gecontroleerd. Meer hebben ze niet bij zich, zoals het nu lijkt. Dus ik ga dat even afhandelen. En dat gebeurt in deze mobiele kantoorunit. Bij controle bleek dat hij nog in ons opsporingssysteem stond. Voor ruim €1.647. Dat moet hij dan gelijk voldoen. Kan hij dat niet? Dan zitten er een aantal maatregelen aan vast. Waaronder gijzeling. Dat betekent dat we mee kunnen nemen en vastzetten. Totdat het betaald wordt. Pakket. Kom eens uit van Niels over. Ja, als jullie even deze kant op willen komen. We hebben hier een meneertje. Die staat nog in de OPS. Ruim €1.600 moet hij nog betalen. Of jullie die even over willen nemen.
Ondertussen wordt deze vrachtwagenchauffeur binnengebracht en ook die moet een blaastest afleggen. Wat voor dingen? Nou, die dan. Ja, dat is voldoende. Daar zijn we nog wel. Goeie dienst, Bel. Dank u wel, hetzelfde. Ja. De blowende bestuurder zit nog altijd in het kantoortje te wachten. Lydia Eshuis, pakketpolitie. Goedenavond. Hey, er is vast wel verteld dat u nog een aantal boetes over heeft staan in het landelijk absorberingssysteem. Ja. Er zijn 5 boetes met een totaalbedrag van €1.647. En anders mag u bij ons instappen. Heeft u het geld bij u? Nee, nog niet. Kunt u pinnen? Ik heb niks bij me. Niks bij u? Ik hoorde van de collega's dat u met vrienden bent. Ja. Kunnen die dat voorschieten? Ik betwijfel het, maar ik kan het vragen. Waar zijn je vrienden op dit moment? Die staan te wachten op mij ergens hier zo. Oké, nou dan willen wij voor je wel even je vrienden vragen. Kan dat niet, dan ben je, ja. Dan ga je met ons mee en dan mag je de aantal dagen bij ons verblijven. Ja? Ja. Oké. De pakketpolitie kijkt of de vrienden kunnen betalen. Goeiedag. Jullie kameraad die heeft nog een 5 boetes openstaan. Oké. Dat is een totaalbedrag van €1.647. En dat moet nu betaald worden. Kan iemand van jullie dat voorschieten? Het is een hoog bedrag, maar ik vraag het voor hem. Ja, ik snap het. Ja. Een goede vriend, maar... Er zijn grenzen natuurlijk. Oké. Okay. Nou, duidelijk voor ons. Dan gaat hij met ons mee. Helaas. Dus je bent bij deze aangehouden. En je gaat met ons mee richting Assen. Pas op voor je hoofd. Aangezien zijn vrienden niet kunnen of willen betalen, wordt de man afgevoerd naar het politiebureau totdat het openstaande bedrag van €1.647 is voldaan. Koos, de bestuurder die we net zagen, werd op hete daad betrapt door een drugshond en moest zijn wiet inleveren. Maar we hebben in Nederland toch een gedoogbeleid. Je mag toch een gram wiet op zak hebben? Ja, het bezit van softdrugs is in principe strafbaar. Maar in het kader van het coffeeshopbeleid hebben we dus geregeld in Nederland dat je een kleine hoeveelheid voor eigen gebruik mag hebben. En dat is maximaal 5 gram. En boven die 5 gram ben je aan de beurt? Dan word je vervolgd voor het bezit van softdrugs. Nou kwam deze bestuurder uit de coffeeshop in Leeuwarden, maar het was een beetje onduidelijk voor mij of hij nou stoned was of niet. Heeft de politie adequate middelen om dat boven water te krijgen? Nou, de politie heeft op dit moment nog niet een selectieapparaat zoals bij alcohol. Die komen er wel aan, maar ook als dat er is, dan zou je toch nog zien dat niet alle middelen door dit apparaat gedetecteerd worden. Dus moet je toch kijken naar uiterlijke kenmerken, naar het gedrag van de bestuurder en eventueel als je hem rijdend aantreft, hoe die heeft gereden. Als je nou onder invloed bent van hash of wiet, hoe gaat dat dan verder? Nou, dan gaat de man of vrouw mee naar het bureau. Dan zal er een bloedproef volgen en dan wordt er een procesverbaal opgemaakt en de zaak aan de rechter voorgelegd. En dan kan er, net als bij alcohol, ook een boete volgen en ontzegging van de rijbevoegdheid. Nog even terug naar die bestuurder van net. Hij had maar liefst €1.647 aan boetes openstaan. Hè? Hoe kan dat zo hoog oplopen? Waarom heeft justitie niet al lang bij hem aan de bel getrokken? Ja, de vraag is natuurlijk of zijn bel bekend is. Hè? En het gebeurt nogal eens bij dit soort lieden dat ze op een ander adres verblijven als dat in de bevolkingsadministratie staat. En dan kom je dus vaak als politie voor niks aan de deur. En dan loopt ze een boete op. We rijden mee met de regio Gelderland midden in Barneveld op de Baron van Nagelstraat. Surveillante Erwin en Marcel rijden achter een aanhangwagen waarvan de verlichting niet correct functioneert. Rechtsaf. Nou. Is je eigenwijs. Ja, als ik de auto wil linksaf, een aanhangwagen voor rechtsaf. En dat leidt uiteraard tot verwarring bij het overige verkeer. Ja, deze is ook precies verkeerd om. Tijd dan ook voor een staande houding. Goedemiddag. Goedemiddag. Dag. Ben je nou echt aan de beurt, ja? Hesselink is mijn naam. Ja, hallo. Dag. Politie gaat wel midden, video surveillance. Ja. Wij staan... Op de weg, wat zegt u? Op de weg. Wegmisbruikers, ja, inderdaad. We zitten te kijken naar de verlichting van de auto. Ja? En vervolgens naar de verlichting van de aanhangwagen. Ja? En dan staat hij voorgesorteerd op de Baron van Nagelaan om linksaf de A1 op te draaien. Ja? Daar geeft hij keurig links richting aan. Alleen op de aanhangwagen wil graag naar rechts. Oh. En op het moment dat u naar rechts wil, gaat de aanhangwagen naar links. Oh, we hebben hem net bij een kennis opgehaald. Ja. We hebben hem gecheckt. Ja. Jij stond eraan. Nou, ja. Zet hem anders maar even aan. Kijk uit, het is glad, hè? Ja, volgens mij moet ik heb de net nieuw, dus ja, dan moet het in principe goed. Ja, daarom. Maar we hadden al het idee van waarschijnlijk is de auto meer ja, aangesloten dan de aanhangwagen. Ja, ik zie het nu. Ja, ja. Oh. Ziet u dat? Ja. Dan moeten we dat is het probleem. Vermelden. Dus we willen wel dat u dat graag hier ter plaatse gaat repareren, herstellen. Ja. En u maakt vaker gebruik van een aanhangwagen? Nou, dit is toch met deze auto vandaag voor het eerst.
Oké. Okay. Omdat we dus, ja... Ik ken hem ja, oké, okay, is vrij nieuw. Ik heb hem net nieuw, dus ja, dan... Want waar ik even naar zit te kijken namelijk, is daar de wijze waarop u de hulpkoppeling om de trekhaak hebt gegooid. En dat is vaak het probleem met die... Hey, met die trekker. Er zit geen oog aan. Het is net, we hebben het net nieuw, die auto. We hebben het net nieuw. We rijden net voor het eerst met deze trekker. Ja. Nou is het goed. Nou is het goed. En de andere kant? Dank u wel. Heeft het, dan is het door trillen, denk ik, gekomen. Ja, dat kan best hoor. Thuis kan best. Man ook goed. Nou, probleem opgelost. Dat was alles. Ja, maar... Ik heb gekeken, toen deed alles. Ik denk, nou... Ja. Met toch iets, misschien is een slechte verbinding ingezeten. Op dat moment even dat die... Nou ja, goed, goed met betrekking tot de hulpkoppeling, ga daar wel even met de dealer mee aan de gang. Ja, oké. Okay. Formeel gezien moet je gewoon aan een vast punt aan de auto vastzitten. Een haakje aan zitten, hè? Ja. Ja. Maar niet op deze wijze. Ja? Is goed. Okay. Goede reis verder. Dank je wel, hè? Okay. Jongens, bedankt voor de medewerking. Voorzichtig. Ja, succes. Het is heel glibberig hier. Oké, okay, dag hoor. Deze bestuurder kan de nodige actie ondernemen en aangezien de verlichting ter plekke is gefixt, krijgt hij geen bekeuring. Straks heeft deze Honda-rijder te diep in het glaasje gekeken. Ben je begin bestuurder? Ja. Dan word je rijbewijs ingevorderd. Ja. Serieus? Ja. Vind ik dat mooi? Ik weet niet hoe je het zou zeggen. Je zegt zo vrolijk dus. Straks heeft deze Honda-rijder te diep in het glaasje gekeken. Ben je begin bestuurder? Ja. Dan word je rijbewijs ingevorderd. Ja. Serieus? Ja. Vind ik dat mooi? Vind ik dat mooi? Ik weet niet hoe je het zou zeggen. Je zegt zo vrolijk dus. Voor de commercial break zag u hoe de politie Drenthe een grote verkeerscontrole hield in samenwerking met verschillende overheidsdiensten. En bij dit soort gelegenheden doet vooral de Belastingdienst goede zaken, want er rijden genoeg wanbetalers rond waar de fiscus nog een appeltje mee heeft te schillen. En kun je de openstaande vorderingen niet direct betalen, dan wordt je voertuig in beslag genomen, zoals we zien bij Nijenveen op de Rijksweg A32. Op de controleplaats is het een komen en gaan van bestuurders die één voor één worden gecontroleerd. Ik wil graag nog even een blaadtestje van u. Ja, maar goed hoor. Ja, heel vaak geblazen? Ja hoor. U weet hoe het werkt. Nou, misschien wel. Ik coach u erdoor, ja? Lekker aan. Ga door. Kom maar. Kijk. Het Engelse woord voor passeren, pas. Ja, dat is prima in orde. Deze bestuurder heeft zijn lading onvoldoende gezekerd. Ik moet nog de volgende aantrekken. Dan ben je er niet aantrekken. Wat dan? Hij is prima. Prima, blaas is klaar. Blaas is klaar, kunt u weg volgen. Nou, geweldig. De volgende keer even je kent even mij. Ja, hij ligt in de auto hoor, maar ik weet alleen even niet waar die ligt. Oké, okay. Volgende keer. Hart van Nederland of... Ja, zelfde zender, ander programma. De reële kentekenbewijs. Hey, welbaar. Dat is niet best. De auto is van u zelf. Ja hoor. En heb u eventueel een ander middel om uw identiteit vast te stellen? Ik heb een pinpas bij me, dat is eigenlijk alles. Eén met een foto, denk ik. Wat zeg je? Eén met een foto. Niet? Nou, het lijkt erop dat ik ook geen kentekenpapieren bij me heb. Wat zegt u? Het lijkt erop dat ik ook geen kentekenpapieren bij me heb. U krijgt wel een bon van mij. En die krijgt u voor het niet tonen van het rijbewijs. Die ga ik even uitschrijven. Kijk. De collega's van de Belastingdienst wou ook nog even met u praten. Meneer, ik ben Schitting en deelhouder van de Belastingdienst. Het is bekend dat u nog wat open heeft staan van de Belastingdienst. Ja. En dan gaat in eerste instantie gaat het om de motortuinbelasting. Daar staat een openstaande schuld van zo'n €772 wat u nu zou moeten betalen. En de motortuinbelasting, dat is... En dat kan ik hier pinnen? U kunt hier pinnen, ja. Nou, ja? Dat is goed. Ja. Alleen, ik heb mijn pinpas net ingeleverd. Omzetbelasting kunt u ook betalen? 2150. Ja? Gaat dat dan? Ja. Okay. Nou, dan wacht even op de pinpas. Meneer Zoutman, die geef ik u vast even terug. Ja, die ben ik nodig om te betalen. Oké. Okay. Nou, de schade voor het niet op eerste vordering tonen is €70. U mag mij nog een verklaring afleggen, maar u bent niet tot antwoorden verplicht. Ja, ik heb er geen verklaring. Vergeten? Ja, ik zit in de andere auto. Oké. Okay. U hebt nog niet geblazen volgens mij, hè? Nee, nog niet. Dan gaan we dat ook nog even doen. Goed. Hebt u alcohol gedronken? Ja. Ik heb net één bol gehad bij mijn maat thuis. Oké.
Lang verhaal. Die collega's die borrel was een lang verhaal? Waarom die borrel was, is een lang verhaal. Oké. Okay. Je collega's weten ervan. Ik kom net bij je collega's en heb net op. Oké. Okay. Diep aan de lucht. Rustig aan door tuin dingen. Ja, klaar. Die is perfect. Mooi. Dan kunt u nu nog even bij de heren van de Belastingdienst terecht. Is goed. En daar mogen de openstaande vorderingen alsnog worden voldaan. Goed. Nou, goeie reis verder. Zelfde. Na betaling van ruim 2900 euro mag de man zijn weg vervolgen. Deze bestuurder heeft zelf xenonverlichting ingebouwd. Ja, u gaat voor mij de motorkap openen, denk ik, hè? De reflector die erachter zit, die kan een bepaalde temperatuur hebben. En naarmate de xenonverlichting warmer wordt, is zeg maar, de werking van de armatuur eromheen, zeg maar. De reflector, de blaker en het glas? Ja, dat wordt minder. Oké. Okay. Normaal gesproken zou je dus kunnen meten. Mm-hmm. En zou je dus ook kunnen kijken van als de armaturen zijn aangepast. Maar okay. Ik zie wel dat hij dat in dit geval niet heeft gedaan. Nee, dat kan niet ook niet bij, hè? Nee, dus. Dus is het 86. Ik bedoel, het mag blij zijn dat u wel de koplampen te koop zijn. Dus had hij ze eigenlijk niet in mogen hebben? Nou, in principe mogen ze erin. Nee. Ja. Nee, want ik zeg u net dat de armaturen daarop aangepast moeten zijn. En als u alleen de lampen erin zet, dan past u de armaturen niet aan. En je kunt ze er niet aan. Ik bedoel, dit is glas en dit is metaal. Dan kun je er niks aan aanpassen. Maar ik ga even voor u kijken. Ja, dan gaan we dat even nakijken in ons bekende feitenboekje. Want daar staat hij sowieso bij. Nou, we zullen zien. En dan krijgt de bestuurder goed nieuws. Mag hem weer terug hebben. Oh, geweldig. De handhaving erop is voorlopig stilgelegd. Kijk, daar ben ik altijd blij mee. En zo blijft de bestuurder een bekeuring van 100 euro bespaard. Maar vergis je niet, het aanbrengen van xenon is wel degelijk aan strenge voorschriften gebonden. Koos, we zagen net een bestuurder die zelf xenonverlichting had ingebouwd. Allereerst, wat is het verschil tussen gewone en xenonverlichting? Nou, die xenonverlichting, dat is die blauwe witte gloed die je ziet. Dat is ook vrij helder. Het geeft ook 3 keer meer zicht. En die lampen gaan ook langer mee als de gewone halogeenlampen. Nou begreep ik dat je zelf xenonverlichting mag inbouwen, maar dat er hier iets mis was met de armaturen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, sinds 1 januari 2007, zoals je zelf xenonverlichting inbouwt, moet het wel aan bepaalde eisen voldoen. En die eisen op de eerste plaats een zogenaamde koplampreiniging. En op de tweede plaats moet je dan een niveauregeling hebben. Dat als de auto zeg maar geladen wordt en die gaat wat achterover hangen, dat de koplampen dan bijgesteld kunnen worden naar beneden toe, zodat je andere weggebruikers niet verblindt. Dan hoorde ik de politie ook zeggen dat die verlichting niet in orde was, maar dat de handhaving voorlopig is stilgelegd. Nou, de regeling voertuigen die stelt gewoon hele duidelijke eisen aan het inbouwen van dit soort verlichting. En aan die eisen moet je voldoen. En het is gewoon strafbaar als je er niet aan voldaan hebt. We zien in ons programma vaak bestuurders die zelf LED-verlichting hebben ingebouwd, maar dat mag ook weer niet. Waarom niet? Nou, dat ligt eraan. Kijk, als je LED-verlichting wil inbouwen om dat als dagrijlicht te gebruiken en je voldoet aan de goedkeuringseisen, dan mag het wel. Maar vaak gaat het daar juist mis. En een fabrikant heeft een auto ontworpen, die heeft er alles in aangebracht wat nu juist wel mag en wat goedgekeurd is. Dus zodra je zelf gaat rommelen, begeef je wel op glad ijs. We rijden mee met de regio Limburg-Zuid bij Maastricht op de Rijksweg A2. Surveillante Frans en Wesley zien in de verte hoe de bestuurder van een Opel Vivaro de wegbeleiding negeert en over het puntstuk invoegt. Komt van de A2 af en die duikt zo over het puntstuk. 100 euro kost het, of 180. Nou, doe maar 180. Frans spreekt de bestuurder aan. Politie meneer, u mag ons even volgen. Ja, we gaan hier naar links. Goedemorgen meneer. Goedemorgen. Meneer, ik zou graag even uw rijbewijs zien. Dat ken je ook. Graag. Meneer, we komen van de A79 af. U komt van de A2 af. Ja? En dan gaat u zo regelrecht over een puntstuk, over een doorgetrokken streep. Gaat u de A79 op. Iedereen houdt zich netjes eraan, behalve u. Hoe dan? Ja, hier moet je de A2 afkomt. Je moet gewoon recht blijven. Heb je gezien met de ziekenwagen? Nee, ik heb geen ziekenwagen gezien. Heb je geen ziekenwagen? Nou, zo zal ik je goed zeggen. Ja. Ik heb mijn vrouw voor mij achter me. Ja. He? Die riet achter me, die kunt me zieken waar je met blauw licht aan. Ja. Die geeft iedereen in de kaart, maar duidt die vrouw. Die duwt mij, die geeft mij er tussendoor voorbij en duwt mij in de kaart.
dood worden met iemand dergen. Dat moet ik niet doen. Ja, dat kan, maar dat heeft... De ziekenwagen heeft een vuurig of niet? Ik steen geen ziekenwagen, dus ja, je krijgt daar van mij een proces voor behalve. Ja, oké. Maar ik vind het niet leuk wat je daar zegt. Wat die grote fout maakt... Ja, maar goed, ik heb het nu even over hetgeen wat ik gezien heb. Ja, maar dat en wat Geert ook. Alles gezien. Ja, goed, er gebeurt nu ook heel veel. Dat zie ik ook allemaal niet. Hè. Ik kan alleen maar zien dat Geert ook gewoon van in een keer... Hè, van de rechterbaan naar de linkerbaan. Ja, maar normaal gesproken is dat echt niet zo. Nee, maar nu gebeurt het wel. Maar weet je wat het probleem is? Dat komt er nou echt eigenlijk weer twee of drie doen. Want die zien dat, dan brengt Geert ze weer op idee. Daar vergoedt voor dat niet. Daarom zit ik lang genoeg op de weg, ik weet het al. Maar dat is wel de omstandigheden zo gebeuren. Wie heb je waar gezien, maar de ziekenweg heb je niet gezien. Met blauw leegte. Als verrammen in dat beeld, dus je kent het zien. Hè? Nee, ik schrijf het heel mooi. Nee. Ik heb het zelf ook gezien. Ik weet het ook. Dat is door die auto gekomen. Ah, ja. Kijk, Geert doet nu deze dingen. Dat lokt bij Angel u ook wat gaat doen. Ja, begrepen. En dan zit Geert aan het erger. En dan liet erger, doordat Geert door dat puntstuk neemt, erger zich 100 man. Want die zien dat allemaal en die denken, wat is dat voor hen? Nee, maar goed, maar je doet het wel, snap je? Snap je, maar dat is zo. Kijk, ik zie dat zelf heel duidelijk. Maar zo gaat het in de ziekenwagen, zeg ik, oké, dat kan niet. Je zit 50 kilometer per jaar op de weg. Dus je doet heel veel. Ja, goed, we zitten de hele dag op de weg, dus ik zie niks. Dus dat zijn kilometers. Maar Geert valt op, en daarvoor zijn voor mij goed gekomen. Ja? Allee. Ik wens je toch een fijne dag, Geert. Ja. Ondanks de omstandige uitleg krijgt de bestuurder gewoon een bekeuring voor het puntstuk. En die bedraagt €180. De Wheelman is een gemotoriseerd skateboard dat snelheden tot zo'n 26 km per uur haalt. Het speeltje is de nieuwste rage uit Australië en wordt geleverd met een handige afstandsbediening. Volgens sommige jongeren is de Wheelman dé ultieme gadget, maar het is vooral ook een hele goede manier om je enkels te breken. Vandaar dat de politie deze voertuigen zonder pardon in beslag neemt, zoals we zien bij Alkmaar op de Bergerweg. Surveillante Peter en Jaap staan een skateboarder op te wachten die bij de voorgestaande houding naar onze camera stond te roepen. Nou, je wilde graag op tv, dus ik kan. Oh, politie. Politie. Ja, ook. Ik vraag even je kentekenbewijs, want je rijdt op een motorvoertuig. Een kentekenbewijs voor een skateboard. Die heb ik niet. Goed. Hey, jullie mogen even doorrijden. Serieus? Is dit wegmisbruikers? Ja, ook. Onder het skateboard blijkt een motor te hangen en dat is verboden. Je hebt een afstandsbediening erbij? Ja. Oké. Okay. En hier zit een motortje onder. Elektrisch. Ik kan hem even omkeren. Ik moet even kijken. Okay. Ik dacht er vandaag nog aan. Dat zou ik ooit op mes. Dames, willen jullie even van het fietspad afgaan? Ja. Gewoon doorrijden. Ja. Nog beter. Heb je enig idee hoe hard deze gaat? 25 volgens mij. Oké. Okay. Als je boven de 6 km per uur gaat, dan is het eigenlijk gewoon een motorvoertuig waar een kentekenbewijs voor nodig is. Oh, dat wist ik niet. En dan moet je een helm op, je moet een kenteken wijzen, waar moet gekeurd zijn, allemaal van dat soort dingen. Dus als je dit op het eigen terrein doet, op je erf, achtertuin, dan is het niet zo'n probleem. Maar zodra je op de openbare weg komt, een kenteken wijs nodig. Okay. Verzekering, helm, allemaal van dat soort dingen. Ja. Heb je... Bijna de laatste weg. Je identiteit bij? Nee. Hoe oud ben je? 14. Hoor je wel bij het even? Ja, weet ik. Maar ik dacht, ik ga hokje, dus ik neem niet mijn ding mee. Je hebt ook je hockeystick niet mee, dus? Nee, ik heb mijn keeper. En mijn keeper staat slecht op dat club. Okay. Heel officieel, je moet het net als een minibike in beslag nemen. Ja. En vertalen zeggen. Mm-hmm. Dat ding gaat net zo hard, is net zo gevaarlijk. Ik vind hem zelfs nog gevaarlijker. Ja. Nou, Pietijn, wat we gaan doen. Je hebt geen kentekenwijs, hij is niet gekeurd. Je hebt geen helm op, geen verzekering. Je hebt geen identiteit bij je. Ja. Je krijgt een bekeuring omdat je niet verzekerd bent. Okay. Dat vinden we eigenlijk het zwaarzwegen. Want als er iets gebeurt met jou of met een andere, er hoeft maar een hond over te steken. Weet je, er kan altijd iets gebeuren. Dan ben je niet verzekerd met dat ding. Nee. Dat vinden we zwaarwegen. Dus daar krijg je een procesverbaal voor. Voor de andere dingen krijg je gewoon een waarschuwing. Maar ik wil wel dat je er iets mee doet. Dat ding mag niet meer op de openbare weg. Okay, behalve als ik een kenteken verzekering. Als je dat zou krijgen, maar dat krijg je voor dit ding niet. Maar hetzelfde toepassen als een minibike, toch? Ja. Ik aan verkeer. Ja. Dus, je wil hem ook meteen meenemen, hè? Ja, tuurlijk. Okay. Krijg ik hem nog terug? Oké. Okay. Ja, dat zal dan via de officier van justitie gaan.
Okay. Deze krijg jij van mij als afschriftje. Daar staat op dat je zonder vereiste verzekering rijdt. Ja. Nou, houden we het hierbij. Ja, die afstanden die erbij. Die heeft hij inderdaad. Met een beetje pijn en moeite past het gemotoriseerde skateboard net in de achterbak. Het is aan de officier van justitie om te bepalen of de jongen het speeltje nog terugkrijgt en hoeveel de bekeuring voor het onverzekerd rijden bedraagt. Koos, we zagen net een jongen op een gemotoriseerd skateboard, een zogeheten wheelman. Ik moet zeggen, dat vond ik nou echt een geinig dingetje. Maar jij zal er wel weer anders over denken. Nou, ik vind het op zich ook wel een geinig apparaatje. En ik vind het verbazingwekkend wat ze elke keer weer uitvinden. Er komt elke keer weer wat nieuws. Maar met dit soort apparaten moet je alleen op een afgesloten terrein rijden. Dan mag je niet meer op de weg, want daar hebben we eenmaal regels voor gesteld. Maar je mag toch ook zonder helm op een gewone skateboard door het verkeer? Volgens mij is dat niet minder gevaarlijk dan met zo'n gemotoriseerd apparaat. Nou, het ligt er nog wel aan of je steppend door het verkeer gaat met zo'n apparaat, of dat er een motor onder zit. Kijk, er zijn ook andere regels voor fietsers dan voor brom- en snorfietsers. Waar komen die wheelmans eigenlijk vandaan? Nou, die wheelmans die komen oorspronkelijk uit Australië vandaan. Daar worden ook wedstrijden georganiseerd op afgesloten terreinen. Maar ze zijn inmiddels ook in Duitsland en Italië te koop voor zo'n 900 euro, heb ik begrepen. Naast het gevaar van persoonlijk letsel, zijn er dan ook nog andere redenen waarom die gemotoriseerde skateboards niet op de openbare weg mogen? Nou, het blijkt dat ze in de praktijk zo'n 35 kilometer per uur kunnen rijden. Dan zit je eigenlijk aan de snelheid van een bromfiets. En dan kom je natuurlijk aan de typegoedkeuring, dus het apparaat moet goedgekeurd worden en toegelaten worden tot de markt in Nederland. Dan krijg je een kenteken, dan moet het verzekerd zijn, dan moet je een rijbewijs hebben, dan moet je een helm gaan dragen. Dus er zijn nogal wat regels aan verbonden als zo'n apparaat eenmaal goedgekeurd wordt. Maar ik denk dat dit apparaat gewoon niet goedgekeurd gaat worden. We gaan terug naar de verkeerscontrole van de regio Drenthe bij Nijenveen op de Rijksweg A32. De nacht is inmiddels ingevallen, maar op de controleplaats is het nog erg druk. Zoveel, hè? Dat weet ik niet. Dat gaan we straks zien. 60-83. Moet dan ook. Dat heb ik, dat is mijn. Ook het voertuig van de jongen wordt onderzocht. 2,5 liters, 3,5 liters. Ja? Neem jij meneer mee? Ik loop met hem mee. Ja. Als dat klaar is, moet je ook nog even naar de belastingdienst. Ja. Komt het? Waar naar dan? Naar de belastingdienst. De belastingdienst? Ja. Okay. Je hebt ook nog iets met jou verrekenen. Is dat zo? Ja. Nou, is goed. Goed. De bestuurder moet een tweede blaastest afleggen aan het ademanalyseapparaat. En dan gaat het er voor deze jongeman om spannen. 24. 24. Ah! Daar ben ik er helemaal mooi van af. Dan mag ik lekker gaan. Toch? Ja, je mag zo gaan, ja. Kijk eens aan, jongens! Het is wel te veel. Het is te veel, maar ik mag niet meer rijden, maar ik mag gewoon gaan. Ja, zeker. Want als je boven de 1 promille zit, dan mag je niet meer gaan. Dan mag je niet meer rijden. Dan mag je niet meer zo van straat. Nee, je mag nu niet rijden. Nee, ik mag niet rijden, maar gewoon van straat. Gewoon van straat. Ah, kijk aan. Je bent van 1988. Ja, dat klopt. Ik ben nog geen 5 jaar rijden. Ik ben 20 jaar oud, dus nee. Nee, ben je begin bestuurder? Ja. Dan word je rijbewijs ingevorderd. Ja. Serieus? Ja. Ik ga er rijden voor een auto. Zeg je? Ja, mooi ja. Vind ik dat mooi, vind? Ja, ik weet niet hoe je het zou zeggen. Je zegt zo vrolijk dus. Ja, maar ook. Nou, vind ik dat mooi. Ik heb er geen mening over. En daar hebben we de Belastingdienst. We hebben een heel aantal aanslagen motorbelasting openstaan. Klopt. Dat klopt, hè? We hebben net zitten tellen. Ongeveer 17 aanslagen. En we komen op 2590 euro. Zo. Dat in feite, ik moet je officieel vragen om dat te betalen. Oké, ja, 1700 euro of zo. 2590. Ja, oké. Kun je dat nu betalen? Nee. Nee? Ja, goed. Dan is de consequentie, dan nemen we de auto in beslag. En dan wordt je ook afgevoerd. En je hebt in feite een 30 dagen tijd om alsnog op ons te betalen. Ja. Betaal je niet. En dan wordt de auto verkocht. Weer lievelingsauto, weer daar. Dan weet je wat je doen moet. Dan weet je wat je doen moet. Dat doe ik wel. Dan ben je een stuk goed. Ja? Deze jongeman mag geen voertuig meer besturen. Waar dan? In principe ook geen fiets. Geen fiets? Nee. Jongen, jongen, dan zou ik nu zoveel fietsen, dan mag dat ook niet. Nee. Maar vrijdag gaan we groepen. Jij mag dus geen enkel voertuig meer besturen. Doe je het wel, dan begrijp je misdrijf. Grote hand in de been en dan komt alles goed.
Ik weet dat ik voor ben geweest en wil je helemaal niet. Gewoon afgewerkt. De bestuurder mag kruipend naar huis en de officier van justitie zal verder over zijn lot beslissen. Daarnaast moet hij zijn schuld van €2590 binnen één maand betalen, want anders wordt zijn auto bij opbod verkocht.